staan hier bij de vriendin van Jens Reinders. Hoe gaat het met Jens? Ik hoop goed. Hij was al meer naar voren gekomen, dus we zullen zien. Wat verwacht je van Jens dit jaar nog? Hij heeft eerst fout getraind, dus hij is nu eigenlijk in topvorm gekomen. Maar nu zijn er weer minder koersen binnenkort, dus het zal afwachten zijn. Wat staat er nog op zijn programma? Zijn volgende koers is pas 20 juli. En de ploeg draait rondom hem of moet hij werken voor de ploeg? Het is langs beide kanten dat het wel. Langs beide kanten. We staan hier bijna aan de laatste ronde van het kampioenschap. Wie wint het Belgisch kampioenschap? 1, 2, 3? Ik durf het niet te zeggen, Tim Merlier. Okay. Ik hoop Jens natuurlijk, maar zullen zien. Waar hoopt Jens nog te pieken dit jaar? Zijn er klimmerswedstrijden die hij ligt of spurterskwaliteiten? Of hoe moet ik hem omschrijven in feite? Een klassieke renner. Hij is goed met kasseien, maar voorlopig het schema wat nu is, kunnen we nog niet veel zeggen waar hij nog gaat pieken. Ik heb juist aan de vriendin van Sandra Maurice gevraagd, kinderopkomst en voor jou? Nu nog niet. Oké, succes hè. Dankjewel.